We hebben dat 2 jaar geleden bedacht bij VDMI, omdat we heel vaak hetzelfde probleem hadden. Namelijk, we willen de eindredacteur zo weinig mogelijk opties geven, omdat wij willen bepalen hoe de site zich vormt om die content heen. En de content editor wil eigenlijk alle opties die maar beschikbaar zijn in de editor wil hij hebben. Dus hij wil een table, hij wil images, alles. Dus wat wij hebben bedacht is module om alle content in kleine stukjes op te stapelen. Je geeft elk stukje content aan in een losse type, zoals je dat normaal ook zou doen in je editor. Dus je hebt een type image, een type text met image en bijvoorbeeld een type video en een tabel of een quote. Nou, waarom zou je dat nou willen? Het is makkelijk voor de sitebuilder. De sitebuilder kan hetzelfde doen als hij bij een nodetype zou doen. Bijvoorbeeld, hij maakt een type aan, image. Dat type heeft vervolgens velden, zoals een node zou hebben. En dat type heeft ook view modes, zoals een node zou hebben. Die types zijn ook bruikbaar in bijvoorbeeld views en in Search API. Dus het is volledig geïntegreerd in Drupal. Het is ook makkelijk voor de frontender. Elk type heeft zijn eigen template, zijn eigen preprocessor, zoals nodetypes dat ook zouden hebben. Dus het is makkelijk om de weergave uiteindelijk precies zo te krijgen zoals je zou willen. Het is ook makkelijker voor de content editor, want hij weet precies wat hij krijgt. Hij voegt een type toe, image, en hij krijgt een veld met een image. Hij voegt dat image toe en hij weet van tevoren precies hoe dat eruit komt te zien. De content editor weet van tevoren precies wat hij in die site wil hebben. Op het moment dat hij zelf moet gaan slepen met plaatjes in de editor, dan gaat het bijna altijd fout, omdat het bijna nooit wordt wat hij precies wil hebben. Het resultaat is dat je eigenlijk altijd semantisch correcte HTML hebt. Stel dat je een paragraaftype hebt met een titel, een tekst en een plaatje, dan kun jij van tevoren in je HTML bedenken hoe je dat dan op zou bouwen. En je kan ook zorgen dat het dan HTML goed eruit komt te zien, zodat Google dat ook netjes vindt. Het is ook ideaal voor responsive en one-page layouts, omdat je dus je hele pagina op zou kunnen bouwen in blokjes. Omdat er losse blokjes zijn, kun je ook zeggen, als ik naar mobiel formaat ga, dan wil ik mijn plaatje helemaal weghalen of ik maak hem wat kleiner. Nou, hoe zou je dat dan doen? Het werkt een beetje hetzelfde als een content type, die zie je ook daar bovenaan staan. Het staat in hetzelfde lijstje bij structuur. Je voegt eerst een type toe. Ik heb in mijn voorbeeld Text with Image gekozen. En dit is een Drupal 8 installatie. Paragraphs is volledig gereed voor Drupal 8. Dus we zijn nog een beetje aan het tweaken met bepaalde dingen zoals multilingual. Maar voor de rest werkt die. Oh. Vervolgens heb je een paragraph type aangemaakt. Daar krijg je dezelfde opties bij als bij een nodetype. Dus velden en view modes. Ik heb hier al een aantal velden toegevoegd, zoals body, image en image position. Image position gebruiken we bijvoorbeeld om aan te geven dat het plaatje wat hierbij hoort links, rechts of boven de tekst komt te staan. Doe ik het weer. Vervolgens voeg je aan het content type waar je die blokjes wil gebruiken, voeg je toe aan bijvoorbeeld content type basic page. Dat veld voeg je toe als een paragraph veld. Daarin kan je dan vervolgens aangeven welke type paragrafen je daarin wil toestaan en in welke volgorde die worden weergegeven voor de content editor om toe te voegen. Vervolgens verwijderen we het hele bodyveld, want die hebben we niet meer nodig, omdat ons paragrafenveld een vervanging is voor dat veld. Dan ben je klaar, dan krijg je dit in je nodeformulier te zien en kun je dus gewoon paragrafen toevoegen onder elkaar. Ik heb hier een quote toegevoegd en bijvoorbeeld een text with image. Ik zal even een demo laten zien van de Paragraphs 8 versie. De Drupal 8 versie. Daar zit een demo module in. Als je die aanzet, dan krijg je gelijk een nodetype Paragraph Article. Waarin al van tevoren een aantal types zijn gedefinieerd. Dus je kan het vooral zelf proberen. Zet die module aan en je hebt een werkende installatie. Dan weet je precies hoe het werkt en wat je ervan kan verwachten. Ik geef even wat dingen toevoegen.
En dit is hoe het dan uiteindelijk eruit komt. Je hebt dus twee losse blokjes gemaakt. Bij de ene zeg je, hey, ik wil een plaatje links en de tekst rechts. Bij de andere zeg je, ik wil tekst links en een plaatje rechts. En dan komt het zo eruit. Nou, je zou kunnen zeggen, ik haal dit plaatje helemaal weg als ik het schaal naar mobiel. Of ik maak hem 100% breed. Even kijken. Ik heb hier ook nog een front-end voorbeeld. Dat is tweedekamer.nl. We hebben tweedekamer.nl zo gebouwd dat eigenlijk de hele body uit paragraphs bestaat. In elke paragraph type zit een titeltje. Dat is deze balk. Dat wordt altijd gerenderd als een H2. En dit is dan de H1. Dus het is semantisch correct. Voor elk paragraph type blokje wordt dan een linkje gegenereerd. Als de editor dat aanvinkt. En zo wordt dus de hele pagina gerenderd. Omdat dit allemaal losse blokjes zijn, kun je dus als je de pagina gaat schalen. Eens even kijken of het lukt op dit scherm. Dit is bijvoorbeeld de tablet layout. Dan kun je zien dat hij standaard de paragraphs bijvoorbeeld ingeklapt heeft. Klik je erop en dan klapt hij hem uit. En op het moment dat je naar mobiele formaat gaat, zet hij gewoon het plaatje erboven en op 100% breed. Ja, ik ben eigenlijk wel door mijn tekst heen, dus ik weet niet of er nog vragen zijn. De images, het zijn gewoon Drupalvelden. Dus dat kan gewoon een imageveld zijn, maar dat kan ook bijvoorbeeld een media module zijn. Vervolgens is de taak van die module om alt of titles mogelijk te maken. En standaard zit dat al in het imageveld, zit dat er al in. Dus dat werkt standaard in Drupal. Ja. Dat je het type later nog verandert. Ja, je kan daarna gewoon velden toevoegen en verwijderen, maar je moet daar wel rekening mee houden dat je dus of een migratiepad moet schrijven of dat je content of het data gewoon kwijtraakt. Maar het is gewoon ja, een content type, een entity zoals een node en daar kan je velden aan toevoegen en verwijderen. En dat is ook exporteerbaar met features, dus heb je ook nog gespeeld met de node-export-module? De node-export-module werkt standaard niet ermee, omdat dat standaard gewoon niet werkt, omdat hij de waarde exporteert van het veld. En dat is een nummertje, een referentie. Maar daar is inmiddels wel een module voor, een contrib-module, en die moet je even downloaden. Ik weet niet precies hoe die heet, maar als je erop zoekt, dan kan je hem wel vinden, denk ik. Ja. Hoe we dat meestal oplossen is dat we een los veld toevoegen bovenaan, boven de paragraphs en die noemen we introduction. Daarin vult de editor gewoon zijn introductie in. Wat er ook inmiddels is, volgens mij zit er nog niet in de laatste release, is dat er een aparte format er is gemaakt waarmee je kan zeggen ik wil zoveel items maximaal laten zien en ik wil alleen deze items laten zien. Dus dan kan je zeggen, nou, ik wil alleen maar tekstparagrafen laten zien en daarvan wil ik alleen de eerste twee. En daar kan je dan op trimmen, bijvoorbeeld.